Uiteraard zijn ook ouders met kinderen welkom op het autosalon. En speciaal voor hen gaan we nu even op zoek naar enkele van de meest gezinsvriendelijke auto's. Bij Nissan hebben ze tegenwoordig ook een Renault Kangoo concurrent. Straffer nog, net als de Mercedes T-klasse is de Townstar eigenlijk een Renault Kangoo. Hij is verkrijgbaar zowel met een benzinemotor als elektrisch. Net als de Mercedes en de Renault. Maar dit is voorlopig nog de bestelwagenversie. De personenwagenversie die komt pas binnen enkele maanden. De SsangYong Grand Tivoli is eigenlijk de gefaceliftde versie van de vroegere XLV. En de nieuwe naam is eigenlijk best goed gekozen, want in feite gaat het ook gewoon om een verlengde versie van de Tivoli. Die 23 extra centimeters ten opzichte van de Tivoli leveren hem een riante kofferruimte op, maar het blijft wel een vijfzitter. En ook een voorwieltrekker trouwens, want vierwielaandrijving is ondanks de look niet verkrijgbaar. Er is ook maar één motor, een 1.5 turbo op benzine van 163 pk. Maar de grote troef van deze SsangYong is toch wel zijn prijs. Iets waar het merk trouwens altijd al voor bekend heeft gestaan. Dus in die zin, voor particuliere gezinnen, zeker een interessante auto. Dacia staat er onbekend erg betaalbare auto's aan te bieden. En dat is met deze jogger niet anders. Bovendien heeft hij ook nog eens een zeer lange wielbasis, waardoor dat hij binnenin erg ruim is. En als optie is hij te krijgen met 7 zitplaatsen. Ideaal dus voor grotere gezinnen. Onder de motorkap zit voorlopig enkel nog een 1 liter driecilinder, maar binnenkort is hij ook te krijgen met het hybride aandrijfgeheel uit de Renault Clio en Captur. Als we het over gezinsvriendelijke auto's hebben, dan kunnen we natuurlijk niet buiten de Opel Combo en zijn broertjes, de Citroën Berlingo en de Peugeot Rifter. Nu is er wel één dingetje, die zijn alleen nog maar verkrijgbaar in volledig elektrische versie, wat ze best wel duur maakt. Maar er is wel een alternatief, daar gaan we nu even naar kijken. De Toyota ProAce City Verso is het Japanse neefje van de Citroën Berlingo, de Opel Combo en de Peugeot Rifter. Maar er is één belangrijk verschil. Terwijl dat trio alleen nog maar volledig elektrisch te krijgen is, is deze Toyota nog te krijgen met een benzine- of een dieselmotor. Dat maakt hem dus een interessant alternatief voor gezinnen die nog niet willen of kunnen overstappen naar volledig elektrisch.